Dat is een heel kleurrijk paard aan het worden. Neus en mandelen. Dus even kijken op de verpakking. Tadaa! Nu ben ik ook een witte man, Bas. Ja, Michelle heeft Shein kleding gezocht. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 7 juli. Ik ben Janneke van Huisje Weltevree. Ik volg dagelijks met mezelf. Kinderen, gastkinderen, huisdieren, nichtje. Rowena, die is er ook vandaag. Die was er gisteren al. Maar ja, gisteren is natuurlijk geen vlog gekomen. Want het was zo'n gekke drukke dag. Ik was maar heen en weer aan het vliegen. Dat had niet zo heel veel toegevoegde waarde. Ja, vandaag hebben we een verjaardag van oma en mijn moeder. Jannie. Jannie was gisteren jarig. En ja, vandaag viert ze het. En Rowena en ik gaan de dag beleven. Ja. Ja, we gaan nu even eten. Ah, de boodschappen worden zo gebracht. En wat zijn we aan het doen? Ik was nog even... Nee, ja, Rowena is aan kleuren. Ik was nog even aan het editen. Rowena is aan kleuren. Wil je je paard laten zien? Wauw. Dat is een heel kleurrijk paard aan het worden. Ja. Mooi man. Vrouw. Ga ik nog een andere kleuren, denk je? Ja. Ja, misschien? Onbeslist. Ik ga nog even op de boodschappen wachten. En... dan moeten we weer een shoplog opnemen natuurlijk. Ja. Ja. Wat zei jij nou net? Amandelen heb je toch in je lichaam? Ja. Wat voor amandelen denk je dat daarin zitten? Neus. Neusamandelen? Dus even kijken op de verpakking. Zitten hier neusamandelen in, denk je? Of mond. Bestaan er ook andere amandelen? Denk je dat? Heb je wel eens van noten gehoord? Amandelnoten. Nee. Die bestaan ook. Oh. En daar zijn ze van gemaakt. Kijk, dus, zie je ook voor op dit plaatje? Dat zijn amandelnoten. Oh. Gelukkig, hè? We hebben geen gemalen mensen erin. Nee. 2 pakketjes binnen van Alboe. Wat zal daarin zitten? Ik ga ze even openmaken en we gaan bekijken wat erin zit. Ja, ik ging even te enthousiast door, maar zo zit het dan dicht. Kaartje van Kim zit erbij met haar shirt. En een dankjewelkaart dat ik een t-shirt heb gekocht. En ik had natuurlijk al een zwarte. Een witte. Wacht, ik zal het even goed openmaken. Tadaa! Nu ben ik ook een witte man, Bas. Ze zitten zo... Hashtag, ja. Wel een hashtag erbij. Maar ze zitten zo lekker. Kijk, en er zit ook geen plooi hier en zo. Ze zitten echt ontzettend lekker. Dus ik heb deze... Ja, en iets met mijn bestelling ging fout. Dus ik heb nog eentje. Gaan we even openmaken. Dus ik heb nog een pakketje. Weer hetzelfde kaartje. Dankjewel weer voor je bestelling. Ik ben onwijs benieuwd wat je van de poster vindt. Ah, leuk. Kijk, die even bij. Ik heb hier... Kijk, die zit helemaal ingepakt. Ik zag op Instagram voorbij komen dat ze een nieuwe postercollectie... Ik moet even dit openmaken. Wacht even, mensen. Tadaa! Dat ze dus een nieuwe postercollectie lanceren op hun website. Dus ik had al een berichtje gestuurd. Ja, staan ze al op de website en zo. Want als je deze in een lijstje doet, hoe cute is dat om dat op een kinderkamertje te hangen in een lijstje. En ze hebben er dus nog veel meer. Maar wat is die leuk. Hij is van karton, hoor. Lekker stevig. Je doet hem in een lijstje en je hangt hem leuk op. Dus hij gaat hier op de kinderkamer, de logeerkamer, ga ik deze hangen. Zullen we even vragen wat Rowena ervan vindt? Die zit daar op de laptop. Schattig. Ja, hè? Vind je die wel leuk om op die kamer te hebben? Ja. Maar ja, ik ging deze dus bestellen. Ik leg hem even hier neer. En toen zat dit ook nog in mijn mandje. En ik was dus al bij afrekenen. Ik kreeg hem er ook niet meer uit mijn mandje. Ik dacht, weet je, laat ook maar. Want ik hou ervan. Om ze aan te trekken. Dus ik heb er nu 2. Yay! En we zijn er klaar voor. We gaan naar de verjaardag van oma, mama. Dat allemaal. Rowena, de haren zitten mooi. Ze spullen nog aan het opruimen. Ik heb een BH aan. Ik heb een BH aan. Nou, Michelle ziet er ook heel mooi uit. Laten we je nieuwe outfit zien van Shein. Shein. Ja, Michelle heeft Shein kleding gezocht. Kijk dan. Toch echt leuk. Yay. Ik wil even een foto nog maken. Ja, sorry mensen. We zijn eigenlijk in de avond pas teruggekomen van de verjaardag. En ja, Michelle nog even Pokémons gevangen. En het is eigenlijk geen vlog vandaag. Maar ik wil toch even mijn nieuwe Mamba's shirt laten zien. Check dit dan. Ik heb een witte. Ik heb er nu twee witte trouwens. En ja, dat hebben jullie wel gezien. Ja, dat had ik nog unboxed vanochtend. Maar ja, verder niet gevlogd. Verjaardag gaan natuurlijk ook allemaal andere mensen en zo. Dan ga je niet zitten vloggen. Dat vind ik een beetje respectloos of zo, weet ik veel. Ja, morgen ga ik Barbel. Iets met Barbel nog wat doen in de sportschool. Dus een beetje moeilijk. Maar ja, als jullie dit zien is het al geweest natuurlijk. Is er weer. En ga ik daarna met Daan en Milan naar de Ikea. Want Daniel heeft natuurlijk een huisje vanaf 1 augustus. En ja, die wil een beetje ideeën opdoen bij de Ikea, heb ik het idee. Want ze gaan nog niks kopen. Maar ik had toch een kastje nodig voor in de keuken. Hey! Die kunnen we dan meteen mooi meenemen. Dus helemaal gezellig. Leuk. Milan, Daan, Michelle gaat ook mee. En ja, zin in. Lastig om mensen te vertellen dat je geen vlees meer eet. Ik had echt het gevoel van, mijn moeder had best wel de best gedaan op die barbecue. En had allemaal eten klaargemaakt en zo. En ja, ik heb eigenlijk niet echt meer contact over gehad wat ik wel of niet eet. We hebben daar gewoon nooit over. En eet je geen vlees dan? Nee. Ja, dat is wel even een dingetje. Nee. Of vis? Ja, vis nog wel. Gelukkig dan maar. Dat moet ik echt stapsgewijs doen, ook voor de mensen in mijn omgeving. Je kan niet echt radicaal zo fjoef, alles omgooien. Of je moet even een soort familiebijeenkomst doen. En dan vertellen, net of je een soort coming out hebt. Van ik ben lesbi of ik ben homo of weet ik veel wat. Ik ben hetero, kan je ook vertellen. Dat je gaat vertellen, hé mensen, eet geen vlees meer. Dat is toch niet zo'n ding? Zo wordt er wel over gedaan. Maar anyways, ik ga de vlog afsluiten. Vond je deze kleine vlog leuk? Klein duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen weer. Dank u voor het kijken trouwens. En ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks. En kijk dit in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei.